Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming en ik ben hier vandaag wederom met Dardo. En we gaan zijn game PC ombouwen naar deze super dikke nieuwe case. Goh maat, dat is niet normaal. Die is zo groot, ik denk dat we die even aan de kant moeten zetten. Tot staan zo. We hebben weer een nieuw woord dat anders is in het Belgisch, waardoor we elkaar voor geen meter begrepen hebben. Ah, ja. Hij zei, is dat jouw bus? Maar... Het is een fles. Maar ik was dus een bus aan het zoeken. Ja, een fles, bus, ja, ik zeg altijd bus. Ja. Ik rij ook met de bus. Ja, het is ook best wel een bus. Ja. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Flex die biceps. Dat is wel leuk. Het gebeurt mij altijd, hè, als ik een case op een tafel zet. Dan toek ik altijd er tegenaan. Het was een coole meester, geloof ik. We moeten eerst deze uit elkaar halen. En ja, normaal is dit het moment dat ik zeg, nou, we hebben vandaag deze hardware en dit moederbord en dat en dat. Nou, maar dat is vandaag helemaal niet. Nee, we hoeven alleen maar alles hier uit te slopen. Ja. En dan, kijk hoe mooi stereo wij dit doen. Je was nog eerder klaar dan ik. Ja. Maar ik had die al een beetje losgedraaid. België. En moeten we eigenlijk alles terug demonteren? Of is het gewoon echt in één geheel erin? We kunnen de kaart, de koeler en zo kunnen we wel laten zitten op zich, denk ik. Dat is wel een beetje geklooien, maar dat kan wel. Trouwens, de case die we voor Lorenzo hebben, die we nu zo mooi hebben laten zien. Ik heb helemaal niet gezegd hoe die heet. Dat is de C700M van Cooler Master. Die kost €450. Ja, zoiets. En hij is echt fucking zwaar. En groot. Maar 27 kilo, hè? Weegt leeg, hè? Niet. 27 kilo, leeg. Zonder alles wat hierin zit. Die videokaart, ja, voeding kost, dat is ook al wat gewicht. Oh ja, dat is. Dat hebben we ook nog niet verteld. De ventilators zouden dus vandaag aan moeten komen, maar nu. Ze zijn er nog niet. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik voel dat de auto ook bijna hier is, niet? Ik voel de fans altijd. Oh, dat die fans. Ja, ja, nee? Ja, ik voel het ook. Ja, toch, hè? Ja, het zit ergens vast. Ik snap het maar. Het zit niet vast. Het is straks gewoon zien dat we die... Nou, kijk, nu zien jullie wat ik dus de hele tijd heb gedaan. Dit is nu los. Dus dit kan nu hier mooi liggen. Het ziet er wel ver uit, hè, zo. Ja, deze fans gaan dus niet mee. Nee. Dus dit hebben we allemaal niet meer nodig. Maar je voeding... Niks meer. Ja, beneden, HDD nog. Je voeding en je HDD. En HDD. Even kijken, de HDD is makkelijk. Vorige keer zat hij, we hadden hem hier aangesloten, wacht, de HDD, daar. Maar als je een NVMe SSD gebruikt, dan schakelt hij de eerste twee SATA-poorten uit. 4 en 5 is toch niet? Dus jij, nee, ja, niet weet ik niet. 4 en 5, dat is 1 en 2. 1 en 2 of 4 en 5, ik weet het niet. Heel raar. En toen kwam hij thuis en toen deed ze een HDD niet. Ja, we hebben dus opgezocht dat we sorry nog. Het is niet erg, maar het is niet erg. Maar dat we het zeker niet vergeten, want het was wel prutswerk, want alles was mooi gemanaged met van kabels en zo, om er dan achter te raken. Met mijn dikke frietvingers. Blazen frietvingertjes. Oh. Alsjeblieft. Dank je wel. Al je filmpjes. Ja, daar staan mooie filmpjes op eigenlijk. Daardoor gaat vast binnenkort, mijn nieuwe serie. Ja, vertel daar eens over. Ja, dat is eigenlijk een serie dat ik... ik hou van wagens. Daarom niet zozeer snelle wagens, maar toch. Ik hou van wagens. Ik heb net ook een nieuwe wagen gekocht. Ja, inderdaad. Ik hou ervan. Maar ik had eigenlijk een nieuwe serie dat ik ging launchen. Ik ben een beetje vertraagd nu door heel de omstandigheden van het afgelopen jaar en al. Maar in september gaat die officieel launchen. Bij deze is dat de première, want ik heb dat nog tegen niemand verteld. Echt niet? Maar, nee. In september ga ik launchen. Dus scoop! In september launcht die. En dat is eigenlijk een serie die draait om auto's. En ook om de persoon van wie de wagen is. Dus het nut ervan is, ja, ik heb niet zoveel wagens ter beschikking. Een beetje wat wij nu doen. Eigenlijk hetzelfde, ja. Maar dan met auto's. Ja, eigenlijk hetzelfde. Dus ik zou stellen, jij hebt een leuke wagen. Hè? Zeg ik, Gijs, vind je het leuk om je auto aan te bieden voor mijn serie? Ik heb een auto, ik heb leuke content. En tegelijkertijd kun je zelf promoten op mijn video wie jij bent en van waar uw passie van wagens komt. Ja. Dus stel, je hebt een eigen bedrijf, kom ik gewoon bijvoorbeeld hier, kom ik bij Redux. Kom ik filmen op het bedrijf en dan komt de eigenaar van het bedrijf naar buiten, gaan we naar zijn wagen.
tegelijkertijd heeft hij reclame voor zijn of haar bedrijf. En dan heb ik er een leuke wagen voor mijn serie. Ja. En dat is eigenlijk, ja, daar ben ik echt dom mee begonnen. Gewoon, ik heb wat GoPro's aangeschaft. Gewoon random besteld en we gaan eraan beginnen. Ja. Yeah. En dat ik nu wat de audio ga improven en zo. En dat ik daar wat mee aan de slag ga. Maar de eerste video's die zijn al gefilmd. Dus daar gaan we toe met de audio van de camera zelf. Ja. En dat is, ja, is nog altijd mooi. Nog altijd mooi. Ja, nog altijd mooie content. Echt fijn. Fijn om te doen ook gewoon. Ja, ja, het klinkt leuk. Hoe is de audio trouwens? Als wel een machine, maat. Ja, vet hè. Weet je laat wat die zak op mijn mond, kent je dat? Ja, laat maar helemaal zakken op mijn mond. Laat helemaal zak op mijn mond, dit dingen, ja. Zakken, ja. Zo is het net toe. Eén biertje, ik gooi. Eén biertje, ik gooi in de water. Helemaal leeg blik in de water. Ik vind het mooi hoe jij het nog steeds met een Belgisch accent nadoet. Ja, dit is geweldig toch? Zo bam van moederboot. Pets. Pets als een pot. Ja, dat is de case. Ja, dit is een man. Ik vind dit oprecht. Hij is zichzelf. Van... De hopen. Oh. Hij is zichzelf. Hey. Zien jullie Paul Logus? En André. André, kom er ook even bij. ik vind dit oprecht een van de vetste cases ooit gemaakt. Dat is wel leuk om te horen. Ja, dat is echt, dat is echt gewoon waar. Mijn case, I guess. Ik vind dit zo... Zo uniek en het materiaal is vet en ja, alles is gewoon vet, man. Alleen ja, hij is vet groot. Hij is gewoon echt groot. Hij is vet groot, maar ik hou van groot. pas op, man. Pas op, man. Oh nee. Oh, dat is gewoon niet veel. Oh nee. Ik hou van groot, dat je zeggen dus. Maar die case geeft ook licht, dus dat gaat super vet zijn. Ja, dat wordt... Dat is echt pas... super dik. Allright, dan kunnen we je pc open gaan maken en dan kunnen we alles erin gaan zetten. Het zijn nu maar vier onderdelen eigenlijk. Er staan fans voor de deur. De fans. Ze zijn er. Het is de fans. Net op tijd. Snapten jullie hem? Wel gelukkig. Net op tijd wel, hè? Ja, ze zijn precies op tijd. Net nu toe. Dadro was dus om 1 uur hier en we hadden de fans nog niet. En de Track & Trace zei dat ze er voor 3 uur zouden zijn. Het is nu... Ja. 4 uur. UPS? Deze drie zijn kleiner, die gaan op je raad. Mm-hmm. En dit zijn grote, en dan komen er 3 van voor en 1 van achter. En voor hoeveel RGB er in deze fans zijn, zijn ze helemaal niet duur. Het enige is dat ze geen... ze hebben niet zo'n control hub en zo, weet je wel. Zoals concurrenten. Ik mag geen merknaam noemen. Van en niet. Oké, ik heb er ook 3. Ja, pak ze maar helemaal uit, dat ook het plastic eraf is en zo. En dan ga ik even de ijzerdraadjes doen. Dat vind ik altijd het allerleukste aan het bouwen van pc's. Vind ik ijzerdraadjes van de kabeltjes halen. Ja? Ik vind het meest kutte dat er is. Ja, ik ook. Ben je de enige die als ik die ijzerdingetjes eraf haal, dat ik denk van, oh, ik ga ze bijhouden. Ik denk dat ze nog kan gebruiken. Ben je de enige? Ja, dat ben je denk ik wel echt de enige. Ah, ik hou die soms bij, maar dan ben je weer. Ja. Nee, dat doe ik ook hoor. Ik wil echt, dat ook? Nee. Had je die ook bij? Ja, je hebt toch gewoon tie rips? Ja. Noemen ze Nederlanders gierig. Ja. De Indo en de Belg die bewaren nog de ijzerdraadjes. De ijzerdraadjes die van... Ze zijn perfect en bruin, maar... Ja. Als het goed is... Als het goed is, kan dat er... Oh, ja. Ja, ja, ik zie het wel. Ja. Zet ze even daar tegen of zo. Tegen de giveaway PC, ja! Ja, bij de giveaway PC, achter de Koenermaster stoel. Ik heb trouwens, we hebben trouwens nog iets voor je, Lorenzo. Echt? Ja. Fuck you, man! Wat wow, cool! Een ijzerdraadje. Dat mag je kan het niet ook bewaren. Dit is echt, maat, dit is het beste ijzerdraadje dat ik ooit bewaard heb. Daar kun je wel alles mee doen, hè. Kun je een haarband van maken, ja, we kunnen hem ook door midden knippen, dan mag André de andere helft. Hij is best lang. There's enough to go around. Als je dit kunt bewaren, man, dat is toch geweldig, hè? Dat is toch waar? Ja, je kunt het echt gebruiken voor alles, hè. Zo, dit is een lange... Nee, maar denk ik het zijn naam, man. Een lange reizer. Dat is voor je videokaart. Het is een soort verlengkabel voor je videokaart. Maar hoe gaat die open? Zoek het uit. Ah ja, nou, ik moet gaan vinden. Hoe gaat die open? Nee, kom met een mes, maat. Zo. Is het je gelukt?
Met de schroevendraaier of wat? Nee, met knippertje. Pets. Pets. Met knippertje. Ah, ja. Kniptang dus. Kijk hoe mooi dit al gemanaged is. Ja, ik zei het net. Dat is nice, hè? It's your lucky day. Wordt alles al gemanaged. Nou, we moeten trouwens over fans gesproken. Laten we daar maar gewoon mee beginnen. Dit is afzonderlijk. Ah. Ja, zo dus, ja. Aha! Ja. Ha! Hoppa, gelukt. Twee, drie, kun je deze allemaal los gaan draaien? Wat? Dan, al die versjes? Ja, die moeten allemaal los. En dan komen die andere er allemaal tussen. Dan komen deze in de plaats. Okay. En dan moeten ze zo om. Mm-hmm. En de kabel aan dezelfde kant. Maar we gaan, zodat je de RGB beter kan zien, gaan we ze aan deze kant van het ijzer doen. Kijk. Hoe genieten is deze? Hier, die mag jij hebben. Ik wil genieten. Oh, dank u. Ja, nog ijzer eruit. Het is zo zal. Dat is precies een tandartsassistent of zo. Dus je moet nu, denk ik, zo. Ja, toch? Klopt die? Ja, ik zeker, klopt, hè? Wacht, ik laat jou gewoon die fans allemaal doen. Kijk, wat een efficiëntie. Wat een gestroomlijnd proces. One eternity later. Het is me eindelijk gelukt om de harde schijf in te bouwen. Daar heb ik 10 minuten over gedaan. Het kwam ook doordat we moesten lachen omdat Paul last heeft van zijn rug van de reeg. Ik heb een reegrug. Laatst met de reeg van de reeg. Ik krijg een reegrug. Even serieus. Kom jongens, even serieus. Wat dan? We zijn nu is het klaar. Ja, nu is het klaar. Nu gaan we serieus. Ja. Gaan we serieus gewoon, business. Dit is een techkanaal. Ja. We bouwen hier PC's. Dat doen we als de beste. Als je het mij vraagt. Dus we gaan nu gewoon. Het is iets gezegd. Serieus, ja. Meer lachen. Serieus zijn, kom, go. Hoppa! Moet je niet opeten trouwens, dat. Dat staat er altijd op. Dat staat erop, maar dat is altijd, wie denkt er denkt nou dat hij dat een zakje snoepjes erbij krijgt? Ja, ik snap dat ook. Dat staat er altijd niet opeten, ja. Do not eat. Oké, die draaien we erin. En dan? Moeten we dan echt alles afzonderen, want hoeveel fans hebben we eigenlijk gekregen? We gaan hoeveel nu... fans hebben we? Hoeveel fans hebben we? Hoeveel fans hebben we? 9 fans. Mooi, hè? Ik heb... 9 fans. Maar ja... Dus nu? Wat nu? Die mag jij... Oh ja, dat ben ik je vergeten te zeggen. Die achterste moet ook nog deze worden. Oké, en hoe moet die eraan doen? Dan moet je even eromheen lopen. Hey! Het is helemaal vastgemaakt, zie je? Dat is weer een gesloten boterhamzakje. Gratis. André kijkt me heel unamused aan ook. Ga jij die fan daar doen? Dan ga ik het moederbord in bouwen. Het eerst hier, maar dat is anders op. En dat moeten we eigenlijk even samen doen. Ja, laat maar. Ga jij die fan daar doen? Ik moet die fan erin doen. Ja. Of zo. Dan ga ik bouw ik gewoon de voeding al in. Dan heb ik toch plek. Ik voel me gek vandaag. Feeling adventurous. Wacht, hè. Zo? Nee. Andersom. Ja, zo. Nee. Zo. Ja, en dan met de kabel naar rechtsboven. Zo, hè? Oké, okay, ja. Nice. We zijn echt een one-man job met z'n tweeën aan het doen. Maar goed, het is wel gezellig. Oei. Ja, doe jij maar. Met twee heb ik nog niet. Doe jij maar. Hallo, man. Dit was die van mij, ja. Ah ja, ik moet zo eens drinken uit mijn bus. Dit is mijn bus. Wil jij nou ook zo'n mooie drinkbus? Readingsmerch.nl. Drinkbus. Alle prijzen zijn verlaagd. Allee, Ossie! What the fuck? Ossie! De bovenste eraf. Ah. Zo dus. Oei. Is cool. Hij is los. Ja? Ja. Hij is los. Ja, dat moet ik nog even gaan... Gewoon die draadjes er al over doen waarschijnlijk. Oh, wacht joh. IO shield. Ah ja, voor die dingen. Voor de videokaart. Voor de... Nee. Deze bedoel ik. Deze moet er toch ook nog half uit? Of moeten we schuin zitten of zo niet? Zo. En kun je deze dan even neerleggen? Dit is echt content. Altijd die 9 schroefjes. Het is gelukt. Oké. Veel, ja. Een van de 4 heb ik gepakt. Ja, moet je hem toch anders gaan doen? Nee, ik... Wat?
Nee. Niks. Nee, ik dacht dat die anders om, dat dat mooier zou zijn, maar dat was niet zo. Kun jij aan die kabels trekken? Mm-hmm. Oh. Dit is een heel grappig shot, of niet? Mm, ja. Het ziet er bad uit, hoor. Ik heb er nog een. Nee, dat is genoeg. Ja? Ik heb er nog een. Voeding zit er al in. Kijk, we maken eindelijk progress. Enkel de vierde kaart nog toch? Ja, maar kijk, ik heb hier wel echt nog... Oh, ik heb de voeding nog niet vastgenomen. Oh nee, dit gaat weer. Vloepte hier erin. Ja, dat kwam ik net doen en toen was jij daar aan het klooien met die fan en toen... Geef het aan, Roma. Ja, ja, het is jouw schuld. Ja. Altijd mijn schuld. Ja, hier zijn we weer. We hebben eventjes moeten wachten, want Gijs is tot nu toe bezig met de kabelmanagement. Dat is echt insane. RGB is mooi, Gijs, maar het vergt heel veel werk. Het is eigenlijk een straf voor iemand die een PC in elkaar wil steken, toch? Niet? Ja, RGB, bijna wel. Is, ja. Maar het is gelukt. Is goed. Perfect, man. Ja, staat de kabel nog even inbouwen? Hopelijk werken zo meteen alle lampjes natuurlijk, want ja, stel je voor, Gijs, dat nu één fan niet werkt. Ja. Dan moet je alles terug openmaken. Dan stop ik. Hij heeft echt lang, ik denk minstens een half uur aan bezig geweest. Gewoon, ja, dat is echt niet normaal hoeveel kabel. Ja, doe maar. Vet aan deze case is dat je de kaart op een hele unieke manier kan mounten. En als die dan hier zit, dan denk je misschien hoe steek ik dan een HDMI en zo in. Maar hier zit gewoon een, zo'n gat met zo'n rubber grommet. En hier doe je dan je DisplayPort kabel erin, steek je hem in. Ja, dan moet je dan wel even je PC voor openmaken. Maar volgens mij moet ik... Even kijken hoe we dat paneel moeten afhalen, maar dat was het makkelijkste paneel van heel de case, toch? Dat sterkst. Wat? Ja, ja, dat is gewoon open zwengen, dat zeg maar. Zwengen. Dit moet hier doorheen. Ik heb het gevoel dat, dat ik dit totaal verkeerd aan het doen ben. Ja. Heb je nooit kun je de kaders omhoog houden, zo? Ja, kun je dat zo. Hé. Is die vast, hè? Als het goed is, is het klaar. Ja, we moeten nog even de stroom aan sluiten. Het was echt een veel grotere bevalling dan ik dacht, eerlijk gezegd. Ja. Ja, we dachten gewoon overbouwen, maar het was toch niet zo makkelijk. Vooral die RGB heeft veel gedaan, denk ik. Niet gek? Ja, die RGB was veel, veel moeite. Even kijken. Ja. Ah, ja, die bewaar ik altijd. Die bewaar ik altijd. Ja, zeker man. Dat was echt een heel avontuur, maar het is gelukt. We kunnen je case terug in elkaar zetten, ja. Daardoor. Dus ga jij... Eerst de achterkant. Ja, dat is de voorkant. Die mag je eigenlijk toe. Moet dan hier, hè? Achterkant. Yeah, buddy. Die moet ik straks afdoen, toch, hè? Dat is eigenlijk gewoon zo. Nee, nee, niet. Nee. Gewoon zo. Nee, deze hoeft er niet af. Ah, welk moet er dan af? Dit paneel moet je even openmaken. Oké. Oh, chill. Oh. Lorenzo, wat zullen we ervan zeggen? Oh, ik vind het zalig, joh. Het is nog beter dan ik dacht, joh. Dat zie je. Hij is echt mooi geworden. Ja, mooi. We zijn aan het overwerken. Het is super warm. Het duurde heel lang. En het was gewoon best wel een bevalling, hè, boys. Ja, maar kijk het resultaat. Het is gelukt. Hij is wel heel mooi. Je mag hem aan gaan zetten, bro. En dan... Kom. Ja, there we go. Spetter of niet? Ja, ik stoor me wel aan één vlekje. Oh, ja, vlekje waar? Ja, een vlekje. Ah. Cooler Master, super bedankt voor de case en de fans. Lorenzo, je wordt wel verwend, hè, door Cooler Master. Ja, dat is waar. En jij bedankt voor het komen, man. Ja, dat is echt insane. Ja, dikke merci. Ja, ook voor jullie tijd, voor het in te steken ook mee. Dikke merci. Het was achteraf gezien. Wel heel gezellig. Ja, sowieso. Gezellig is het altijd. Gezellig is het altijd. Hey, jullie super bedankt voor het kijken. Vond je een leuke video? Drop even een likey. En wil je nooit meer een video missen van Reedy's Gaming? Subscribe dan en klik op het... Blauw duim? Nee. Het belletje. Het belletje duimpje mag ook. Ja, omhoog. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel. Joejoe!